graag wil ik jullie laten zien hoe dat ik met mijn drums werk. De live en dan de versie nummer 4 heb ik in mijn computer zitten. Maar echt veel gebruiken doe ik hem niet. Een van de drumcomputers die ik regelmatig gebruik is een Groove Drumstation DT-010. Op dit plek kun je dus de drums, snare drums, hi-hats, whatsoever invullen. In dit geval heb ik hier heb ik dan de low tom in zitten, 2, de RZ1 snare en deze close hi-hat. Dan heb ik er 2 gemaakt, ook nummer 2. Zie je dezelfde. Het zijn 2 totaal verschillende. Je kunt op ieder instrument, iedere tom, iedere hi-hat of whatsoever, kun je dus effecten zetten. Meestal gebruik ik dus de reverb. Dat geeft me een iets beter geluid. Nou, zo klinkt dus de low tom. In dit geval heb ik hem dus gebruikt als bassdrums. Zo klinkt de close hi-hat. Nou, dan gaan we dat mixen. En wanneer ik een overgang wil hebben, ga ik naar hier. Dan klik ik in dit geval de 2 aan. Zoals je kan zien kun je er heel wat in zetten. En zo kun je hiermee je drums helemaal opbouwen. Maar het is een beetje omslachtig. Dan heb ik ook nog een klein keyboardje van de Corsetmate 650. Waar een tiental ritmes in zitten die ik ook wel eens gebruik. En die klinken ongeveer zo. Zo klinkt dus de Rock 1. Zo de Rock 2. Er zit een heerlijk hondje in. De Disco 1. De Disco 2. Oeps. 16 beat drums, de Duitse Mars, de Bossa Nova, de Samba, de Slow Rock, en dan hebben we ook nog de Waltz. Heel simpel, je kunt hem alleen aan en uitzetten en meer niet. En je kunt dan het tempo nog veranderen. Als je bij Rock 1 komt, je kunt hem dus ondanks het kleine apparaatje kun je er wel leuke dingetjes mee doen. Andere ritmes
uit mijn keyboard, de Yamaha, de E303. Het leuke van dit ritme is dat je dus door middel van een druk op de knop de ritme wat kan veranderen. Weten, diegenen die regelmatig mijn weblog of webpagina